Welkom bij deze screencast over verhoudingen in rechthoekige driehoeken. Laten we beginnen met een eenheidscirkel. En in die eenheidscirkel tekenen we een rechthoekige driehoek op 30 graden. Dus dit is het eerste kwadrant, een stukje van de eenheidscirkel, 1, 0, 1. Stel dat dit een hoek is van 30 graden. Een loodlijntje neerlaten. En dan hebben we een rechthoekige driehoek. Nu weten we dat deze lengte, de schuine zijde, is 1. En we zijn eigenlijk geïnteresseerd in de x-waarde. Stel nou dat je weet dat de sinus van 30 graden is een half. Nou, dat is iets wat je best uit je hoofd mag weten. Algemeen zou je kunnen zeggen dat de sinus van een hoek ongeveer gelijk is aan de hoek gedeeld door 60. Dat geldt alleen voor kleine hoeken. Goed, als dit een half is, dan kunnen we die x berekenen met de stelling van Pythagoras. Want die zegt dan 1 kwadraat is x kwadraat plus een half in het kwadraat. 1 is dan, dit mag dan al weg, hè? Dan zeggen we, 1 is dan gelijk aan x kwadraat plus 1 vierde. Dan kunnen we ook zeggen, dan is x kwadraat is dan 1 min een vierde is 3 vierde. En dan kunnen we ook zeggen, dan is x is de wortel van 3 vierde. Nu gaan we het volgende doen. Nu mogen we zeggen, dan is dat de wortel van 3 gedeeld door de wortel van 4. Maar de wortel van 4 is een half, dus de antwoord is een half wortel 3. Maar die x is eigenlijk de cosinus van 30 graden. Want de cosinus is de aanliggende rechthoekzijde, zeg maar deze, gedeeld door de schuine. Maar de schuine is 1, dus je kunt hier direct aflezen dat dit de cosinus is. En dan zal dit direct de sinus zijn. Want de sinus van 30 is de overstaande gedeeld door de schuine. Maar de schuine heeft een waarde van 1. Oké. Dan gaan we kijken naar de verhoudingen. Dan zou ik dus zeggen, de verhouding is een half wortel 3, een half 1. En dat zijn zeg maar de zijdes van de driehoek. Dat is niet heel handig. We kunnen ook zeggen, als we nou alles keer 2 doen, dan krijgen we wortel 3, 1, 2. Dat onthoudt niet makkelijk. Dan kunnen we ook zeggen 1, 2, wortel 3. Dit is eigenlijk het riedeltje wat je zou kunnen onthouden. Dit zijn de verhoudingen in een driehoek met 30, een rechthoekige driehoek met een hoek van 30 graden. Maar natuurlijk ook met die van 60. Want als dit 30 is, dat is 90, dan is dit natuurlijk 60 graden. En dus dan weet je die ook meteen. Waarom is dit nou zo makkelijk? Met deze verhoudingen kun je direct de sinus, cosinus en tangens van een rechthoekige driehoek met een hoek van 30 graden of 60 graden berekenen. Oké, dat was hem. Bedankt voor het kijken.